We zijn hier vandaag in Leiden bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. En we zijn hier omdat dit een innovatieve installatie is waar medicijnresten uit het water worden gehaald. En dat is ontzettend belangrijk, want medicijnresten op jaarbasis komt er ongeveer 190 ton van terecht in water. Dat komt uiteindelijk in beken, in rivieren en allerlei sloten terecht. Dat is niet goed voor de planten en dieren die erin leven. En het is heel mooi om te zien hoe waterschappen zich inzetten om medicijnresten uit afvalwater te halen. VVD vindt het ontzettend belangrijk dat we ons waterkwaliteit op een goede niveau houden. En medicijnresten die zijn niet zomaar uit water te halen. Dus het is echt belangrijk dat we op Europees niveau gaan werken aan een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Het is namelijk heel normaal dat je het principe hanteert van de vervuiler betaalt. En momenteel is het de belastingbetaler betaalt, want iedereen draagt eraan bij. Dus ik vind dat we op Europees niveau moeten werken aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en dat die producenten mee moeten betalen aan het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. We staan hier op een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar rioolwater wordt gezuiverd. Daar zitten ook medicijnresten in en die worden niet verwijderd. De medicijnresten komen in het oppervlaktewater. Daar hebben ze schadelijk effect op het waterleven. Het is niet zo dat de dieren direct doodgaan, maar er kunnen wel gedragsveranderingen ontstaan. Dat willen we veranderen. En daarom hebben we hier een actief koolinstallatie neergezet waarmee we de medicijnresten kunnen verwijderen uit het rioolwater. De PAKAS-installatie. En vanaf hier doseren we de actieve kool aan het rioolwater. En daar binden zich de medicijnresten aan de actieve kool en worden met het slip afgevoerd naar de slipverbranding en verbrand. En daarmee halen we 2,5 keer zoveel medicijnresten uit het afvalwater en dat is goed voor de waterkwaliteit en het waterleven.